Met de aanhaaiing van twee men van 28 en 43 Oetermeun en een 44-jarige man uit Halen, denkt de politie de daders van een groot aantal diefstallen van landbouwwagens te pakken te hebben. Dinsdagochtend viel de politie op drie plaatsen binnen. Het ongeluk richtte zich met name op het woonwagenkempje in Halen, dat meerdere malen in het nieuws is geweest vanwege de beroemde buurman Gijsbert Ruiter, de Molotovman. Bij de zeukingen op het kamp waren onder andere medewerkers van de Landmacht aanwezig. We zijn vanochtend op dinsdag gestart met een grote actie, onder andere hier in Halen en op tweetal adressen in Roermond. Dat heeft te maken met een onderzoek naar de diefstal en heling van landbouwvoertuigen. Wat heeft de politie aangetroffen? Nou, wat we op dit moment hebben aangetroffen is even afwachten. We zijn ook druk bezig met die doorzoekingen, onder andere hierachter, waarbij we bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van collega's van het ministerie van Defensie om op zoek te gaan naar eventuele verborgen ruimtes. Hetzelfde doen wij op twee adressen in Roermond, te weten de Gebroekstraat en de Eglantierhof. En het heeft allemaal te maken met een groot internationaal onderzoek naar een netwerk dat opereert met diefstal van landbouwvoertuigen en gereedschappen. En ze hebben al maanden mee bezig achter de schermen vanuit recherche en vandaag hebben we drie personen weten aan te houden. Waar richt het onderzoek zich hier nog op dit moment? We zijn vooral bezig met het zoeken van een bewijslast. Eventueel ook nog gestolen goederen aantreffen. Maar nogmaals, we hebben drie personen aangehouden. Dit in het kader van het netwerk wat opereert aangaande het diefstal van landbouwvoertuigen. We hebben het dan over ongeveer 50 zaken in Zuid-Nederland, met name Limburg en Brabant. We hopen hiermee dit netwerk een grote slag toe te kunnen brengen. We staan hier in Halen en in Roermond. U spreekt van een netwerk, dat is dus omvangrijker. Ja, inderdaad. Het werd met name in Limburg en Brabant werden de voertuigen en de gereedschappen zoals lasapparatuur en loders, tractors werden gestolen. Die gingen vervolgens vermoedelijk via België naar het buitenland. Afgelopen zomer hebben we in Oostenrijk al 24 voertuigen weten terug te halen. En wellicht dat we vandaag, naar aanleiding van dit onderzoek, nog wel meer voertuigen kunnen terughalen.